Assalamu alaikum, goedemorgen voor iedereen. Jullie zijn van harte welkom in de les van vandaag. Ik ga verder met het vak fiqh-wetenschappen. En ik geef vandaag de vijfde sessie, zoals jullie op het scherm zien. Ik ga over naar van de periode van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, tot de volgende periode van de vier rechtgeleide kalifen. Dus hoe was eigenlijk de islamitische wetgeving of sharia in die periode? En ik behandel in de les van vandaag de volgende elementen, zoals jullie op het scherm zien. Ik begin met het begrip sahabi of metgezel, dan de geschiedenis en de politieke situatie in die periode, de bronnen van de islamitische wetgeving in die periode, jurisprudentie van de metgezellen. Nee, we kijken gewoon samen naar een aantal verschillen en overeenkomsten tussen de metgezellen en wat eigenlijk waren de oorzaken van dit verschil. Dan ga ik ook verder naar een aantal gewoon juristen of de namen van de bekende juristen of fuqaha onder de metgezellen. Dan sluit ik af met een paar conclusies. We hebben die aangehaald, het gaat hier over de fasen, de hoofdfasen van de islamitische wetgeving, zoals jullie op het scherm zien. Dus we gaan vandaag verder naar met name de tweede periode van de eerste fase. Dus de eerste fase die begint over met name de profetische periode en de periode van de vier rechtgeleide kalifen. En de focus van de les van vandaag is eigenlijk op de tweede fase, namelijk de periode van de vier rechtgeleide kalifen. Hè? Wat de term sahabi betreft, dat betekent in de taal of letterlijk gewoon metgezel. We gebruiken hier metgezel in het Nederlands. Meervoud is sahaba, dus metgezelen. Als wij naar de Arabische, eigenlijk drie eenvoudige taalkundige wortel gaan, dan vinden wij dat eigenlijk sahaba te maken heeft met gezelschap, met kameraadschap, met deze betekenis. En terminologisch betekent sahabi, zoals jullie hier zien, dus sahabi betekent gewoon iedereen die de profeet Mohammed ontmoette. Dit is een sahabi, zich tot de islam bekeerde. Een moslim bleef tot aan zijn overleden. Is eigenlijk belangrijk voor waarden in de betekenis van de Sahabi. Het gaat hier om de eerste generatie moslims die de boodschap van de islam verspreiden, de profeet Mohammed stonden, verdedigden en hem vergezelden. Ja. Sommige geleerden verwijzen naar eigenlijk in totaal 114.000 metgezellen of sahabi. Hè? Dus dat is een enorm groot cijfer. Alleen bijvoorbeeld bij de verovering van Mekka waren er volgens sommige bronnen 40.000 sahabi. En bij de laatste veldslag van Tabuk, die profeet Mohammed in zijn leven, hij was daar aanwezig in deze veldslag, er waren daar 70.000 sahabi. Nee, ik heb hier eigenlijk een lijst van de bekende, de grootste sahabi zoals jullie hier zien. Dus waaronder Abu Bakr, Anas ibn Malik, Omar, Uthman, Ali, Talha. En de lijst heeft hier Abu Huraira, heeft Abdurrahman ibn Auf, een andere. Deze in het blauwe, zoals jullie hier zien, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Zayd ibn Thabit, deze hebben een grote rol gespeeld in de islamitische fiqh. Hè? Ze hebben eigenlijk veel, veel zaken van de islamitische fiqh gewoon overgeleverd door doorgegeven naar de volgende generatie. Ik ga nu eigenlijk verder naar de geschiedenis en de politieke situatie in die tijd. Want door een duidelijke overzicht over deze zaken kunnen wij gewoon een idee hebben over die periode en over de belangrijke veranderingen in die periode die
een groter invloed hadden op ook de fiqh, op de islamitische fiqh. In deze tijden ontstonden veel incidenten, veel gebeurtenissen die eigenlijk gewoon oplossingen vereisten. Hè? Dus deze periode, dat begint eigenlijk, zoals jullie hier zien, begint vanaf 632, wanneer de profeet Mohammed stierf, tot 661, het jaar wanneer Ali ibn Abi Talib werd eigenlijk vermoord. Hè? Het gaat hier om vier kalifen, zoals jullie op het scherm zien, dus namelijk Abu Bakr, Omar, Uthman en Ali. Hè? Ik begin met Abu Bakr. Abu Bakr als de eerste leider van moslims. Hij regeerde tussen 632 en 634, dus 2 jaar. Hè? Alleen 2 jaar, maar was eigenlijk heel belangrijk voor islam. Hè? Dus deze 2 jaar heeft eigenlijk een grote rol gespeeld bij het oprichten van en ook verder gaan met de islam. Hè? Want de profeet Mohammed heeft een enorm werk eigenlijk geleverd voor islam. Maar de vraag hoe konden moslims die bijdragen of die aanwinsten gewoon behouden? Dat was eigenlijk de vraag. Hè? Het is niet gemakkelijk. De profeet is gestorven. Je weet, veel moslims hadden twijfel aan de islam. En ja, hoe kan je als nieuw leider of kalif gewoon verder gaan met de islam? Hè? We waren eigenlijk het begin. Dus onmiddellijk na de dood van de profeet Mohammed in 632 ontstond een verschil tussen moslims over de leider, over de leiderschap van moslims. Er was eigenlijk gewoon wat verschil tussen met name 2 grote groepen, moslimgroepen in Medina, namelijk de Ansar. De Ansar betekent de helpers. Die zijn eigenlijk de inwoners, de oorspronkelijke inwoners van Medina, die de profeet Mohammed hebben ontvangen en geholpen. En de Muhajirun, de Muhajirun zijn de migranten met de profeet Mohammed van Mekka naar Medina. De Ansar hadden iemand, Sa'd ibn Ubadah, maar uiteindelijk werd Abu Bakr is eigenlijk een van de Muhajirun, van de migranten, werd verkozen als de eerste eigenlijke kalif van de islam. Hè. Over deze zaak is er veel discussie, veel informatie, maar de les van vandaag gaat niet over deze zaak, want deze valt onder de geschiedenis, over het vak van de geschiedenis. Tijdens de heel korte periode van Abu Bakr van 2 jaar, ontstonden eigenlijk wat problemen, wat uitdagingen voor of tegenover de eerste kalif en ook de moslims. Een van de uitdagingen was de zakat-kwestie. Zakat-kwestie, overal, eigenlijk in sommige Arabische plaatsen en stammen, wilden sommige moslims geen zakat uitgeven. Ze hebben gezegd, ja, nu zakat, die gaven wij aan Mohammed, maar Mohammed is nu gestorven. Ze wilden dat niet geven. En ook in die tijd verschenen de valse profeten. Hè? Valse profeten die hunzelf hebben geïntroduceerd als profeten, hè? Als gewoon profeten na de profeet Mohammed, waaronder bijvoorbeeld Al-Aswad Al-Ansi in Yemen, Musaylima Al-Kazab of de Leugenaar in Yemama, Talha in Bani Asad en Sujah was een vrouw, een Sujah in Bani Tamim. En Abu Bakr, as-Siddiq, als de nieuwe kalif, moest gewoon deze mensen bestrijden. En die oorlogen stonden bekend als Hurub al-Ridda, de oorlogen van de afvalligheden. Van de afvalligheid. Zo werd eigenlijk heel Arabisch Schiereiland gewoon moslim of islamitisch. En begon hij met het veroveren van Irak en de Levant. Dus Levant nu, Syrië, Libanon. Een van de belangrijke bijdragen van Abu Bakr was de eerste verzameling van de Koran. Wij zullen deze gewoon vandaag zien in de les van de Koran wetenschappen. Want die verzameling heeft ook een groot invloed op de islamitische fiqh. De islamitische fiqh gaat over
of is gebaseerd op bewezen op voorschriften uit de Koran als de eerste bron van de islam. Hè? De tweede kalif was Omar ibn al-Khattab. Hij regeerde 10 jaar, dus van 634 tot 644. En hij had een enorme bijdrage in de geschiedenis van de islam. Hij heeft eigenlijk veel plaatsen, veel landen veroverd, waaronder Perzië, de Levant, Egypte, Palestina, Azerbeidzjan, Armenië enzovoort. En in zijn tijd ontstonden veel problemen, hè? Dus sociale, juridische problemen, door de uitbreiding van de islamitische staat. En hier, gewoon als je een probleem hebt, een nieuw probleem, je hebt geen tekst in de Koran of in de Sunna, je moet een oplossing vinden, toch? Voor de mensen. Mensen hebben vragen. Dus je moet als leider, als gewoon overheid, je moet dat gewoon doen. En in dit verband, Omar ibn al-Khattab baseerde zich, zoals Abu Bakr, op de Koran, de Sunna, als de eerste bronnen van de islam, en ook op de nalatenschap van Abu Bakr, over wat Abu Bakr heeft gelaten, een overleg met de geleerden van Medina, dus waaronder helpers Ansar en migranten Muhajirun, heeft hier gewoon deze elementen als bronnen gebruikt in zijn jurisprudentie, in zijn leiderschap, in zijn omgaan met verschillende incidenten tijdens zijn periode. En in de tijd van Uthman ibn Affan was de situatie een beetje anders. Dus Uthman ibn Affan ging gewoon verder met het voortzetten van de uitbreiding van de islam. En hij heeft ook hier een grote rol gespeeld bij het verzamelen van de Koran. Hij heeft dus de tweede verzameling van de Koran, maar het is niet echt verzamelen, maar het kopiëren van de Koran in exemplaren die verzamelden naar verschillende landen, islamitische landen. Hè. Maar de situatie hier werd beïnvloed door met name de familie van Uthman en zijn stam Banu Umayya, met name op politiek en bestuurlijk niveau. Het was een soort dominatie van zijn familieleden. Ze wilden gewoon een aantal functies bekleden. Zo was het eigenlijk. Dat veroorzaakte veel problemen voor de moslimgemeenschap in die tijden. Als gevolg daarvan ontstonden verschillende protesten en opstanden in verschillende islamitische gebieden, waaronder Basra, Kufa, Egypte. En dat leidde gewoon tot, jammer genoeg, tot de moord op Uthman en het ontstaan van conflicten. En dit is stond bekend als de fitna, de eerste fitna of verzoeking, het Nederlands verzoeking, gewoon conflicten tussen moslims. En dat leidt ook naar twee bekende veldslagen tussen twee partijen van moslims, dus namelijk de Jamal, dus de Kamil, dus de slag van Kamil, en een slag van Siffin. Siffin is een plaats in Syrië. Het probleem was onmiddellijk na de dood van de moord op Uthman, dan was conflict tussen twee partijen, een partij van Ali ibn Abi Talib, een andere partij van Muawiyah. Muawiyah was familie, een van de bekende familieleden van de Uthman, en was ook de gouverneur van Damascus. Damascus was in die tijd een rijk plaats, een heel ook groot gebied van islam. Hij was daar heel sterk en hij had een groot leger. En er waren conflicten tussen de partij van Ali. Ali ging naar Irak, naar Kufa, een ander Damascus, maar er waren oorlogen tussen hen. En Ali heeft dat gewoon gewonnen. En ze hadden een afspraak of een soort deliberatie om de wapen, om de oorlog te stoppen. Hè? En als reactie daarop verscheen een nieuwe stroming in de islam. Hè?
die zijn de Kharijieten of de Khawarij. De Kharijieten of de Khawarij, die waren tegen alles. Een groepje die waren eerst met Ali, maar ze weigerden eigenlijk de beslissing van Ali om te stoppen met de oorlog. Ze wilden dat Ali verder ging met de oorlog tegen Muawiyah. En ook die oorlog was ook Aisha, de vrouw van de profeet Mohammed. Ja, ze willen dat gewoon. Ze willen geen vredesakkoord. Ze willen gewoon oorlog, maar Ali zegt nee, om eigenlijk gewoon moslims te beschermen en het bloed eigenlijk te vergieten, moeten we gewoon stoppen met de oorlog om een oplossing te vinden. Hè? Dus die Kharijieten die waren tegen iedereen. Die waren tegen Ali, tegen Muawiyah, tegen Amr ibn al-As, tegen alle andere moslims. Hè? En dat leidde tot de moord op Ali door een Kharijiet. Kharijiet, zijn naam is Abdurrahman ibn Muljam. Dan, ja, daarna werd Muawiyah de nieuwe leider van de moslims en begint vanaf dat moment, of begon vanaf dat moment, een nieuwe fase in de geschiedenis van de islam, namelijk de Umayyadische dynastie. Ja. Dus die regeerde tussen 662 tot 750. Hè. Vanaf die tijd was er sprake van drie grote stromingen of groepen binnen de islam. Dus de eerste was eigenlijk de meerderheid van moslims, namelijk de Sunna of de Sunnieten, dan de Shia later, de volgelingen van Ali, en dan de Kharijieten als gewoon een kleine groep, maar die had een grote invloed. Nu, die Kharijieten of de eigenlijk het denken of de visie van Kharijieten is altijd gewoon aanwezig. Hè? Soms bijvoorbeeld IS, die zijn eigenlijk afgeschilderd als de nieuwe Kharijieten in onze tijd. En de Kharijieten eigenlijk gewoon veroorzaakt een soort schisma of een soort verschuring, hè? Verschuring binnen de islam. Hè? Met name vanaf 657 in Irak. Hè? Dus deze stromingen, deze drie stromingen, andere ook stromingen, hadden een grote impact op de islamitische jurisprudentie en de islamitische fiqh. Want wij zijn bezig eigenlijk met de islamitische wetgeving. En wij moeten eigenlijk gewoon een idee hebben over deze context. Deze context is van groot belang. Want een aantal juridische regels die ontstonden als gevolg van deze conflicten. Bijvoorbeeld, we hebben jurisprudentie van oorlog. Hè? Dus fiqh, al-harb bijvoorbeeld. Jurisprudentie van bijvoorbeeld omgaan met tussen moslims. Hè? Als er oorlog tussen moslims. De tijd van de profeet Mohammed was oorlog tussen moslims en niet-moslims. Maar hier, je zit tussen moslims onderling. Hè? En hier, wat zegt de islamitische fiqh? Hier, hebben wij teksten in de Koran of niet? Hebben wij eigenlijk dat in de sunnah van de profeet? Dat is heel belangrijk eigenlijk voor de islamitische fiqh. Nu ga ik naar een belangrijk punt eigenlijk over deze periode, met name de bronnen van de islamitische wetgeving. We hebben eigenlijk tijdens de periode van de profeet Mohammed gezien dat de eerste bronnen in die tijd waren de Koran en de Sunna, maar die twee bronnen waren aanwezig. Hè? De Mohammed was levend, was gewoon aanwezig met mensen. Hè? Als er een vraag was, dan gaf hij gewoon antwoord op die vraag, of hij zelf, of via de openbaring, via de Koran. Hè? Dit is eigenlijk een van de belangrijke belangrijke punten of kenmerken van die periode. Maar in deze periode werd de situatie heel anders. Hè? De profeet is aanwezig. De profeet is al gestorven. De moslims zien wat gaan hier moslims doen. Ja, dus moslims hebben waaronder de kalifen, de grote kalifen, hebben eigenlijk zoals de profeet Mohammed gewoon de Koran en de Sunna als de eerste of de hoofdbronnen beschouwd van de islamitische wetgeving. En daarnaast de consensus van de moslimgeleerden, de ijma', in het Arabisch de ijma'. Dus als er een consensus of overeenkomst tussen de moslimgeleerden over iets, dan kunnen we gewoon hun oordeel of hukm gebruiken. Ijtihad was wel aanwezig in de tijd van de profeet Mohammed, maar niet op deze manier. Hè. De ijtihad was heel beperkt, hè, in sommige zaken. Hè. Maar de meeste zaken werden opgelost of door de Koran of door de profeet Mohammed. Hè.
In die periode mochten de Sahaba hun ijtihad gebruiken, maar wij hadden gewoon een paar situaties. Hè. Maar nu is ijtihad heel open. Hè. Ijtihad hier, met name wanneer er geen bewijs aanwezig in de twee eerste bronnen. Als er geen bewijs, dan moet je gewoon hier ijtihad gebruiken. En dat wat heeft bijvoorbeeld hier Abu Bakr ook zelf benadrukt. Hè. In zijn tijd was eigenlijk sprake, of in, denk ik in een van zijn gesprekken met eigenlijk een metgezel heeft gehad over deze bronnen. Hè. Of heeft dat gezegd, denk ik, heeft dat gezegd in een van zijn adviezen. Je moet eigenlijk vasthouden aan de Koran. Als er geen bewijs is de Koran, dan ga je verder naar de sunna van de profeet. Als er geen sunna, dan zoek je gewoon over de analogie, de qiyas. Of er eigenlijk een soort gelijke situatie was in de tijd van de profeet Mohammed. En daarna, als je dat niet vindt, dan kijk naar de mening van de geleerden. Met name van die tijden. De geleerden van Medina in de tijden. En de tweede kalif, Omar ibn Khattab, heeft dat ook gevolgd. Gewoon letterlijk gevolgd. En dat vinden wij bijvoorbeeld in een van zijn, denk ik, adviezen of brieven aan de rechter. Shuraih, een rechter, dus een rechter, zijn naam is Shuraih in die tijd. En heeft eigenlijk tegen hem gezegd, kijk, hoe ga je eigenlijk reageren? Hoe ga je eigenlijk mensen beoordelen? Hij heeft gezegd, ja, eerst zoek even in de Koran. Als je geen bewijs in de Koran vindt, dan ga je naar de traditie van de profeet Mohammed naar de sunna. Als je dat niet vindt, dan kijk even naar de mening van de vorige geleerden. Dit is heel belangrijk. Wat hebben de vorige geleerden gezegd? De tijd van Abu Bakr, ook in de tijd, met name in de tijd van Abu Bakr. En dan als je dat niet vindt, dan kan je gewoon jouw ijtihad gebruiken. Jouw persoonlijke en rationele redenering gebruiken. En ook, hij verwees ook naar qiyas of analogie. En qiyas is een soort ijtihad. Dus qiyas, die vergelijking die je maakt tussen twee zaken, dan je gebruikt ook jouw ijtihad, jouw beredenering. Dus zo was het eigenlijk in die tijd. Die zijn, dat waren eigenlijk de belangrijke bronnen van de islamitische wetgeving. En door de uitbreiding van de islamitische staat ontstonden er nieuwe vragen. En incidenten waarvan de oordelen niet terug te vinden zijn in de Koran en Sunna. Dit wil zeggen dat er noodzaak was om nieuwe bronnen te gebruiken in de islamitische wetgeving. En hier, die nieuwe bronnen waren eigenlijk gewoon qiyas en ijtihad. Ik ga nu verder naar eigenlijk een heel belangrijk aspect van, met name van deze periode, met name de overeenkomsten en dan komen eigenlijk ook de verschillen. Dus ik begin met de overeenkomsten tussen de metgezellen. Hè. Dus bijvoorbeeld, ik geef hier een paar voorbeelden. Dus ten eerste overeenkomst over de benoeming van Abu Bakr als nieuwe leider van moslims, hè, van de moslims. Hè. Het was een soort overeenkomst tussen moslims. Hè. Het was een klein verschil. Maar na verschil, het was gewoon een soort gewoon overeenkomst. Met name ja, tussen die twee grote groepen van Medina, namelijk migranten en helpers. En het gaat hier om jurisprudentie op bestuurlijk niveau. Dus bestuurlijk niveau, het gaat hier om de overheid, hè, of, de nieuwe leider. Hè, die gaat de moslims besturen vanaf dat moment. Hè. Ten tweede, de overeenkomst om diegenen te bestrijden die zich onthouden van het betalen van zakat. We hebben deze net gezien. Abu Bakr heeft deze beslissing niet alleen genomen. Hè? Maar hij moest overleggen met andere moslims of andere met gezinnen heeft dat gedaan. Hè? En iedereen was gewoon akkoord met hem. Hè? Dus hier, waarom eigenlijk? Want zakat, zoals jullie weten, zakat is een van de vijf zuilen van de islam. Hè? Als iemand de zakat ontkent, dan is zijn geloof, ik ga niet kafir zeggen, maar zijn geloof onvolledig. Hè? Is niet volledig. Hè? Ja, maar hier, veel moslimgeleerden zeggen, de meerderheid zeggen, als je iets ontkent van de islam, dan ben je kafir. Hè? Ook uit de Koran hè? Of de sunna. Ja, maar hier, ja, dus dit eigenlijk vond plaats op politiek niveau. Dus hier jurisprudentie op politiek niveau. Je hebt eigenlijk een probleem als leider.
dan hoe ga je dat oplossen? En dat gebeurt nu, hè? Nu in deze tijden. Er zijn veel problemen, maar ja, in politiek, in het omgaan met eigenlijk de burgers bijvoorbeeld, bij de oorlog, hoe ga je dat eigenlijk oplossen? Ten derde overeenkomst over het verzamelen van de Koran. We zullen dat ook straks zien. Dus bijvoorbeeld, met name bij de eerste verzameling van de Koran in de tijd van de Abu Bakr Siddiq, er kwam Omar al-Khattab, dat was een voorstel van Omar al-Khattab, hè? Kwam naar, heeft gehoord dat, want er was een oorlog in Jemen, hè? Dus de moslims, niet moslims in Jemen, en die, als gevolg van die oorlog snuffelden veel metgezellen, hè? Meer dan 70 hafis van Koran, hè? In die tijd. En Omar kwam ze tegen de kalif, tegen Abu Bakr, we moeten eigenlijk de Koran gewoon verzamelen. De Koran was wel opgeschreven, maar was gewoon in stukjes opgeschreven en bewaard. Maar vanaf dat moment moesten zij de Koran opnemen in een mushaf of in, tussen twee kaften. Maar het voorstel was van Omar al-Khattab. Maar Abu Bakr in het begin wilde niet. Hè? Hij zegt, ik kan eigenlijk niet iets doen die de profeet niet heeft gedaan. Hè? Ja, dat was eigenlijk een beslissing op religieus niveau of intellectueel niveau ook. Hè. Ten vierde overeenkomst over de beslissing van Omar om vergoedingen te verdelen op basis van ieders bijdrage. Vroeger, voor eigenlijk deze beslissing, als bijvoorbeeld moslims, als er een oorlog is bijvoorbeeld, die buit, de oorlogsbuit, die wordt gewoon verdeeld gewoon tussen iedereen. Hè. Maar Omar heeft iets opgemerkt. Hij heeft opgemerkt dat veel mensen gaan gewoon echt oorlog voeren. Dit is niet gemakkelijk, hè. Maar krijgen bijna als mensen die niets doen, hè. Die gewoon thuis blijven of je gaat niets doen. Die kregen ook van... Ja, zo was het in het begin. Als ze de oorlogsbuit krijgen, die wordt gewoon verdeeld onder alle moslims. Maar Omar heeft voor deze periode, in de tijd van Abu Bakr en de profeet Mohammed, maar Omar heeft, vanaf dat moment heeft Omar gezegd, nee, sorry, we moeten deze op gelijk manier verdelen. Zoals vroeger, maar we moeten kijken naar de bijdrage van elk persoon. Als iemand, een soldaat in oorlog ging, dan ja, die krijgt meer dan iemand anders. Hè. En die was eigenlijk een beslissing op administratief en financieel niveau. Die waren eigenlijk de... Er zijn veel overeenkomsten, maar ik heb alleen vier voorbeelden gegeven. En ik ga nu eigenlijk verder naar de verschillen tussen de metgezellen. Het gaat ook om eigenlijk veel verschillen, tientallen verschillen. Maar ik heb voor jullie een paar daarvan geselecteerd. Ik begin met de eerste verschil, met name over het verdelen van oorlogsbuit en veroverde landen. Maar dit is anders dan wat wij hebben gehad. Maar hier, bijvoorbeeld volgens de Koran, hè, wat zegt de Koran, met name Surah Al-Anfal, vers 41, dus wordt het eigenlijk veroverd land net als oorlogsbuit verdeeld tussen het leger en de overheid. Zo was het in het begin. Hè. Stel voor dat eigenlijk moslims een nieuw land veroveren, in Irak bijvoorbeeld, of in Egypte of zo, werd eigenlijk die land, of dat land werd ook net als oorlogsbuit verdeeld onder moslims, hè? Onder soldaten en dat. Hè? Hier 4/5, dus 80%, de Koran zegt dat, hè? Of was bestemd voor de soldaten, en 1/5, 20%, voor de algemene belangen, hè? De overheid. Hè? Dus zo was het in het begin. Hè? Dus zoveel het land als de oorlogsbuit. Hè? Maar wat heeft Omar gedaan? Heeft dat gewoon volledig veranderd. Hè? Omar had echter een andere ijtihad mening in die tijden. Wat zei hij? Hij zei, kijk, het veroverde land moet niet verdeeld worden om de belangen van de toekomstige generaties te waarborgen. Dat was strategisch in zijn... Daarom Omar is een van de grote juristen, hè? Omar, hè? Als je kijkt naar zijn eigenlijke fatwa's of beslissingen, hij had gewoon een strategisch kijk naar de toekomst. Hij zei, kijk, maar stel voor als wij dit land, dat was in Irak, hè, verdelen onder jullie, soldaten, maar
andere toekomstige generaties die kregen niks. Hè? Die hebben niks. Hè? En dan, wat was zijn eigenlijk alternatief? Is hij kijk, de niet-moslim eigenaars, ze mochten hun land behouden en de garagebelasting betalen. Dus daar bijvoorbeeld Irak werd veroverd. Sommige bekeerden zich tot de islam, maar anderen zeggen nee. Met name onder christenen, joden zeggen ja, ik wil geen moslim worden, maar ik blijf gewoon vasthouden aan mijn geloof. Dan mag in islam, maar met voorwaarden. Je moet jizya betalen, iets eigenlijk een belasting. En hier, wat de landen betreft, je mag jouw land behouden en dat gewoon gebruiken, maar je moet een belasting betalen. Dit is garagebelasting. Dit is dezelfde belasting voor moslims ook. Hè. Bij moslims is zakat. Als je een land heeft, betaalt zakat. Bij hen was de naam anders, is garage. Hè. Is hetzelfde. Ook in bedragen. Ja, dit is ook hetzelfde. Maar veel Orientalisten, niet-moslims zeggen, ja, de islam was niet goed met niet-moslims. Dat klopt helemaal niet. Hè. En bij bijvoorbeeld bij de jizya soms is minder dan zakat. Jizya was als zakat op individuen. Je hebt eigenlijk geld, je moet jizya geven. Maar garage is voor aarde, voor landbouwen of iets anders. Hè. Sommige metgezellen waren het eens met Omar. Kijk nu al het verschil. Hè. Deze die wil zeggen een soort ontwikkeling in islamitische wetgeving. Deze zaken hebben wij niet gezien in de periode van het profeet Mohammed. Hè. Deze zien wij voor eerst. Hè. En daarom is het eigenlijk belangrijk bij de evolutie van de islamitische wetgeving. Hè. Dus sommige metgezellen waren het eens met Omar, waaronder Uthman, Ali, Mu'ad en Talha. En de anderen waren het niet eens met hem, met Omar. Hè. Dus waaronder Abdurrahman ibn Auf, Ammar ibn Yasir en Bilal. Hè. Een ander verschil over de straf voor het drinken van alcohol. Hè. Bijvoorbeeld alcohol, we hebben dat vorige keer gezien. Alcohol werd in drie stappen verboden in de Koran. Hè. Gewoon geleidelijk. Hè. We hebben dat gezien. En hier, maar er was geen duidelijke straf hè, voor alcohol. Ja. Nee, geen duidelijke straf. Tot nu toe is verschil tussen moslimgeleerden. Tussen eigenlijk rechtsschool. Hè. Die tijd, dus de Koran heeft niet gehad over bijvoorbeeld over diefstal wel. Over overspel wel. Maar over alcohol drinken niet. Voor alcohol drinken niet was verschil. Hè. De profeet had geen vaste straf bepaald voor de tijd van het kalifaat van Omar. Ook de Koran. Wat deden moslims toen? Gewoon de dader, de alcoholdrinker, werd geslagen met de handen, de schoenen, zonder een vastgesteld aantal slagen. Gewoon een soort opvoeding voor hem. Hè. Als hij gaat in zijn gedronken, gaat gewoon met een schoen bijvoorbeeld slaan. Of, ja, het is dus gewoon een soort. Ja, dus we hadden geen oplossing. Maar er is eigenlijk een bewijs van. Anas ibn Malik, een overlevering, heeft gezegd, Anas ibn Malik, dat de profeet Mohammed een alcoholdrinker 40 keer heeft gezegeld. Hè. Hij heeft dat gezegd, maar deze overlevering er is geen consensus over deze overlevering. Hè. Er is verschil onder moslimgeleerden over dit. En wat heeft Omar in zijn tijd? Omar in zijn tijd, in zijn kalifaatschap, heeft iets opgemerkt. Dat mensen alcohol drinken. Want er is geen echt straf. Hè? Er was eigenlijk een soort toename van alcoholgebruik. Hè? Omar al-Khalif, als leider van moslims, moest eigenlijk een advies vragen. Hij heeft met gezin gevraagd, wat moeten wij doen? Wij moeten deze situatie oplossen. Anders zullen alle moslims gewoon alcohol drinken. Hè? Want hij heeft dat gewoon opgemerkt. Want er is geen echt straf. Hè? En dan wat heeft Abdurrahman ibn Auf, een van de grote metgezellen, heeft gezegd, ja, wij moeten de dader 80 keer gewoon geestelen bijvoorbeeld. Of die moet eigenlijk 80 keer geesteld worden. En Omar heeft eigenlijk gewoon dit advies aangenomen. Er was geen consensus tussen moslims in die tijd over de beslissing van Omar. Sommigen zeggen ja, dat is goed. Een alcoholdrinker
moet 80 slagen krijgen. Bijvoorbeeld, wij vinden dat bij Abu Hanifa, bij Malik, bij Ahmed, die ze gebruiken deze, 80, nu 80 slagen. Maar er zijn anderen die 40 slagen geven. Dus 40 slagen, bijvoorbeeld Shafi'i. En Ahmed die een ander mening heeft, een andere mening, en Dawood bijvoorbeeld. Dus er is nog steeds verschil tussen de straf van alcohol drinken. Ik ga nu naar een ander eigenlijk ook een belangrijk verschil over het aantal keren van het uitspreken van de echtscheiding. Hè. Dit is belangrijk binnen eigenlijk het huwelijk. Hè. Bijvoorbeeld, zoals jullie weten, dus als drie keer zegt, dan ja, dan is echt scheiding. Hè. Maar hoe? Wat betekent drie keer hier? Er was ook heel discussie onder moslim geleerd. Hè. Veel discussie. Hè. Je gaat dit gewoon, want als je drie keer zegt, je bent gescheiden, is het oké? Dat betekent één keer? Of betekent drie keer? Hè? Hier bijvoorbeeld in de tijd van de profeet en Abu Bakr werd het drie maal uitspreken van de echtscheiding beschouwd als één keer in hun tijden. Als bijvoorbeeld iemand tegen zijn vrouw zegt, je bent gescheiden, dat geldt één keer. Eén keer, hè? Eén keer. Dus dit is gewoon, dus één keer, hè? Maar Omar heeft iets anders opgemerkt. Want ik heb gezegd dat eigenlijk de islam was aan het uitbreiden. Je hebt nieuwe moslims. Je hebt moslims die niet sterk in hun geloof zijn. Hè. Je hebt veel incidenten, veel vragen, veel vraagstukken. Omar heeft opgemerkt dat mensen eigenlijk gewoon de echtscheiding veel gewoon uitspreken. Ze hadden geen eigenlijk geduld. Hè. Haast, op een haastige manier gewoon dat. Als men een klein probleem met zijn vrouw heeft, hij gaat gewoon zeggen, je bent gewoon gescheiden. Heeft Omar dat opgemerkt? Hè? Wat deed Omar? Omar, je zegt, kijk, als je dat drie keer uitspreekt, dan is dat drie keer. Het is geen één keer. Het is drie keer, klaar. Want vroeger, in de tijd van de profeet Mohammed, in de tijd van Abu Bakr, drie keer betekent één keer. Hè? Je hebt nog een kans. Hè? Als je boos bent of zo'n probleem heeft, je hebt nog twee kansen. Maar bij Omar, want hij heeft opgemerkt, mensen gebruiken dat. Hè? Gebruiken dat. Dus hij heeft gezegd, kijk, als je tegen jouw vrouw gewoon op hetzelfde moment drie keer zegt, je bent gescheiden, dan is het gescheiden. Je hebt geen kans, andere kansen. Hij heeft dat gezegd. Maar waarom eigenlijk? Want Omar hier heeft een belangrijke fiqh-regel toegepast. Dat noemen wij in Arabisch Saddud Dara'i'. Er zijn veel eigenlijk regels. Fiqh-regels in de fiqh, een daarvan is Sadd al-Dara'i'. Wat betekent dit? Datgene, zoals jullie hier zien, datgene wat op zichzelf toegestaan lijkt, hè, is toegestaan, hè, maar kan leiden tot het verboden. Hè. Als je iets heeft eigenlijk gewoon toegestaan, maar dat kan leiden. Dit is bijvoorbeeld drie keer echtscheiding uitspreken. Dit is eigenlijk toegestaan om die eigenlijk drie keer te zeggen. Want die betekent één keer. Zoals in de tijd van de profeet en Abu Bakr. Maar dat kan leiden tot het verbodene. Daarom Omar ibn Khattab heeft gewoon deze beslissing genomen om de moslimgemeenschap te beschermen. Om de vrouw te beschermen. Moeten eigenlijk mensen gewoon deze zaken serieus nemen. Het is geen spel. Hè? Met name de relatie tussen vrouw en man. Hè? Je gaat niet, als je eigenlijk bijvoorbeeld boos bent, of als je iets hoort over jouw vrouw, of je gaat gewoon direct zeggen, je bent gescheiden. Je moet gewoon eerst gewoon goed denken met jou eigenlijk verstaande. Niet op het moment van de boosheid of van de kwaad. Als je kwaad bent, je moet gewoon. Daarom de profeet Mohammed zegt, kijk, als je kwaad bent, ga maar wudu doen, verrichten, en twee rak'at bidden. Dan word je gewoon heel rustig. Misschien bij het gebed, je gaat gewoon bidden en denken, ah, wat heb ik gedaan? Is dit goed of niet goed? Zo is het eigenlijk. Hè? Maar als je op een eigenlijk boze moment dat neemt, dat is niet goed. Wat gebeurt nu in de oorlog? Hè? Veel beslissingen zijn niet op een verstandige manier, jammer genoeg, genomen. En dit diende
als straf voor diegenen die haastig de echtscheiding uitspraken. De meeste metgezellen waren het eens met Omar, kijk heren, behalve wie? Ali, Abu Musa al-Ash'ari, Ibn Abbas, Zubair en Abdurrahman ibn Auf. Je ziet eigenlijk het verschil tussen moslims zonder enige problemen. Dat is verschil, ja, maar dat is geen probleem. Maar nu als je zei, veel mensen zien jullie jou geen extra gebeden bidden, ze gaan zeggen, ja, dit is haram als je dat verboden, als je dat 3 keer doet. Hey, sorry, je moet gewoon goed denken en ook leren van de fiqh, met name de jurisprudentie van de sahaba en van de profeet Mohammed. We zien dat gewoon, we hebben ook veel voorbeelden. Ik ga nu gewoon verder naar de oorzaken. Er zijn veel incidenten, veel vraagstukken, veel voorbeelden, maar de tijd eigenlijk jammer genoeg, bestaat niet om alles te geven. Ik ga nu gewoon een van de belangrijke zaken is, waarom eigenlijk het verschil tussen metgezellen. Metgezellen zijn allemaal studenten van leerlingen van de profeet Mohammed. Vrede zij met hem. Hè? Ze hebben een as gekregen van Mohammed. Ze hebben de islam, de pure islam, gekregen van de openbaring van Allah subhanahu wa ta'ala, van de profeet Mohammed. Maar toch hadden zij veel verschillen na de dood van de profeet Mohammed. Hè? Wat zijn eigenlijk de oorzaken? Hè? Waarom eigenlijk? Hè? Hier zijn veel oorzaken of verklaringen. Ik heb voor jullie 3 hier. Ten eerste het verschil onder de metgezellen en het begrijpen van de Koran. Hè. Omdat de Koran, soms je hebt iets, maar er is verschil tussen metgezellen. Iemand heeft dat op deze manier begrijpen, de ander op een andere manier. Hè. Ten tweede het verschil in het horen van uitspraken van de profeet Mohammed. Hè. Sommigen hebben eigenlijk iets gehoord, maar de anderen, of een bepaald oordeel gehoord, maar de anderen hebben dat niet gehoord. Ze waren daar niet. Ze waren in oorlog of ergens, of aan het werken. Ze hebben dat niet gehoord. Hè? Daarom hebben ze ijtihad gebruikt. In die tijd was er geen sprake van boeken bijvoorbeeld, of bronnen, echte bronnen. Hè? In deze tijd, je gaat het gewoon opzoeken. Maar in die tijd, als je dat niet hoort, je gaat vragen, maar misschien die mensen die met gezegd hebben dat niet gehoord. Hè? Soms, wat gebeurde soms in die tijd? Er kwam iemand metgezellen naar de profeet Mohammed, ik vroeg hem over iets, hij krijgt een fatwa van de profeet Mohammed, of een oordeel of zo, of een uitspraak, en hij ging weg naar zijn landen, of naar oorlog. Hij heeft dat niet doorgegeven aan andere moslims, hè? Maar hij heeft dat doorgegeven aan zijn volk, in Jemen, of in Damascus, of in Irak. Ze hebben dat overgenomen van hem, hè? Van hem. En hij heeft dat van de profeet Mohammed. Maar de andere mensen hebben dat niet gehoord. Hè? Daarom dus zien wij verschillen in veel hadiths. Hè? Je ziet iemand, bijvoorbeeld, heeft een bepaald hadith overgeleverd, maar de ander niet. Je zegt, nee, ik heb dat niet gehoord. Hè? Dat gebeurde. Soms, wat gebeurt soms ook bij sommige metgezellen in die tijd? Dus hier, bijvoorbeeld, soms komt iemand met iets, met een oordeel. Maar je gaat hem niet, je zegt niet, ja, niet geloven, of je gaat dat niet gebruiken. Misschien die metgezel was niet oké, in orde. Hij heeft vergeten bijvoorbeeld, of hij was een bejaard of zo. Je gaat eigenlijk dat oordeel niet serieus nemen. Dat gebeurde ook in sommige gevallen. Ten derde verschillen in de ijtihad wanneer er geen duidelijk bewijs is. We hebben het gezien bij Omar bijvoorbeeld. Kijk, Omar was strategisch in zijn kijken. Dus Omar bijvoorbeeld, kijk, soms, hij had gewoon een echt tekst in de Koran. Een van de voorbeelden, die voorbeelden heb ik niet hier besproken, over de straf van diefstallen. Straf van diefstallen in de Koran is gewoon duidelijk. Als iemand iets stelen, dan krijgt hij een straf. Dus afhankelijk van zijn handen. Maar wat betekent diefstallen? Dit is een van de belangrijke punten. Diefstal bijvoorbeeld. Diefstal bijvoorbeeld, ik heb daar gewoon een paar dagen gewoon denk ik, gelezen of gehoord van een geleerde die zegt, kijk, diefstal bijvoorbeeld. Iemand was in huis, heeft gewoon een som geld daar gevonden. Daar gepakt. Dat is geen diefstal. Dat geld moet gewoon bewaard worden. Met name geld, goud, die zaken. Hè. Elk van ons, als hij geld heeft of iets eigenlijk waardevol, wat doet hij? Moet het gewoon goed bewaren. In de bank bijvoorbeeld, of
Je hebt een mooie auto, je hebt een fiets bijvoorbeeld. Je moet dat goed gewoon vasthouden. Of in jouw garage, of met gewoon een slot of zo. Hè. Als je dat gewoon laat, zo, komt iemand die gaat dat pakken. Je zegt, dat is geen diefstal. Je kan geen hukum oordeel gebruiken voor dit. Hè. Diefstal is echt als iemand gaat gewoon iets stelen. Als je iets vindt, bijvoorbeeld. En dat gaat ook over het bedrag. Als iemand bijvoorbeeld, je zegt dat altijd, als iemand een ei bijvoorbeeld steelt, is niet vergelijkbaar met iemand die bijvoorbeeld een bank steelt. Hè. Dus wij moeten hier op letten. Hè. Diefstal ook, als stil, dan moeten we dat gewoon begrijpen, goed begrijpen. In de tijd van Omar al-Khattab, ze hebben eigenlijk gewoon een dief gepakt. Hè. Ze gingen met hem naar Omar. Maar Omar was slim. Hè. Omar heeft eigenlijk de straf niet direct uitgevoerd. Nee, Omar heeft hem gevraagd. Hij heeft misschien, denk ik, eten of zo gestolen of zoiets. Hij heeft hem gevraagd, waarom heb je gestolen? Maar je heeft een tekst in de Koran. Je heeft een tekst. Die man heeft gezegd, ik heb 4 kinderen. Ik heb geen eten. Als ik niets vind voor hen, dan zullen ze gewoon sterven. Dat was eigenlijk het jaar van honger. Hè? En Omar, wat heeft Omar gedaan? Heeft het goddelijk oordeel, hukm, in de Koran uitgesteld. Ze heeft dat niet gebruikt. In die periode. Hij zei, kijk, mensen nu, mensen hebben geen geld, mensen zijn arm, we moeten dit niet uitvoeren. Hij heeft dat gewoon uitgesteld. Kijk, hoe dacht eigenlijk Omar in die tijd? Hij was heel slim, hij was een echt jurist, hè? Met maqasid, of maqasid die ook, hè? Met gewoon kijk, of met een brede perspectief. Hè? Dus ik ga, denk ik, nu gewoon maar. Nou, ik heb hier eigenlijk een paar lijsten van de juristen onder metgezet, zoals jullie hier zien. Sommige onderzoekers verwijzen naar meer dan 130 juristen, hè, onder metgezellen. Dus dat is belangrijk. Hè. Metgezien, je hebt eigenlijk de hafiz, de onthouders van de Koran, je hebt van hadith, maar je hebt juristen, echt juristen, die waren echt gespecialiseerd in islamitisch fiqh. Er waren eigenlijk drie groepen. Eerste groep met veel fatwas, hè, met veel uitspraken. Je ziet eigenlijk de namen van hier. Met name van Omar, Ali, Abdullah ibn Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn Zubayr, sorry. Thabit, Abdullah ibn Omar en Aisha ook. Hè. Aisha was een van, vrouw van de profeet Mohammed, was ook een van de grote juristen. Tweede, die was eigenlijk gewoon een gemiddeld groep met niet veel, niet weinig uitspraken of fatwas. Waaronder Abu Bakr, Salama, Uthman, Abu Sa'id al-Khudari, Abu Musa al-Ash'ari, enzovoort. Een derde groep met heel weinig fatwas. Bijvoorbeeld Abu Darda, Abu Ubaida, Ubay ibn Ka'b, Abu Talha, Abu Dar, Safiya, Hafsa, Habiba. Je ziet hier ook vrouwen. Vrouwen waren ook aanwezig tijdens deze periode. Met name de vrouw van de profeet Mohammed, ze hebben een grote rol gespeeld bij de jurisprudentie. Met name zaken die hebben te maken met gezin, met vrouwen, met ja. Ze hebben de doorgeven. Aisha bijvoorbeeld heeft een grote rol gespeeld bij de jurisprudentie van de vrouwen. Abdullah ibn Mas'ud, is het tafsir? Ja, tafsir, maar ja, in die tijd was er geen specifieke specialiteit, hè, in die tijd. Hè. Ja, maar er was meer in de Koran. Hè. Abdullah ibn Mas'ud was eigenlijk meer in de Koran. Ook Abdullah ibn Abbas. Hè. Die waren meer sterk in de Koran. Maar ze hebben ook een aantal zaken doorgegeven en overgeleverd. Hadiths bijvoorbeeld. Ook een aantal zaken die onder de islamitische fiqh vallen. Ik ga nu naar de laatste slijder van de les van vandaag. En ik beëindig met 4 conclusies. Dus ten eerste, de islamitische staat in die tijd was eigenlijk was aan het uitbreiden. En dat leidde tot het ontstaan van nieuwe vraagstukken, incidenten. Hè? In vergelijking met de tijd van de profeet Mohammed. Hè? De islam was alleen binnen Medina, Mekka en later, voor de dood van de profeet Mohammed, was in het Arabisch Schiereiland. Hè? Maar vanaf de tijd van, met name de laatste periode van
van Abu Bakr Siddiq, dan begon eigenlijk gewoon begon de verovering van andere landen. Hè? Van andere landen. Je heeft daar andere volkeren, andere talen, andere culturen. Mensen zijn nog een nieuwe bekeerlijn. Ze hebben geen idee eigenlijk over islam, over een aantal zaken. En als gevolg daarvan ontstonden veel vragen en veel incidenten. En ja, met gezinnen in die tijd moesten gewoon oplossingen vinden voor eigenlijk die vragen. Ten tweede, het gaat hier om de bronnen. Hè? De bronnen van de islamitische wetgeving in die tijd. De eerste bronnen blijven altijd hetzelfde. Koran en Sunna die blijven altijd, tot eigenlijk de dag van vandaag. Hè? Die zijn de hoofdbron van de islam. Hè? Beide vallen onder de wahy, of de openbaring. Maar daarna verschillen andere bronnen, waaronder consensus, dus gewoon ijma', overeenkomst tussen de moslimgeleerden of de sahaba, en de ijtihad of qiyas, als de bronnen van de islamitische wetgeving in die periode. Ten derde, we hebben eigenlijk juridische verschillen gezien tussen metgezellen, maar wat eigenlijk opmerkelijk was, zonder conflicten. Hè? In die tijden. We hebben daar gezien. Misschien in politiek anders. Later, na de dood van Uthman, was eigenlijk wat verschillen in de politiek. Maar ik praat hier over praktische zaken. Over aanbieding, over relaties, over handelingen, over ethiek. Over ook bijvoorbeeld de Koran. Verzamelen van de Koran bijvoorbeeld. In die tijd hebben wij eigenlijk veel juridische verschillen gezien, maar zonder enige conflict tussen de metgezellen. Wij hadden altijd twee groepen. Sommigen waren akkoord met name met Omar, maar de anderen niet, maar zonder enig probleem. Ten slotte de strategische visie van de metgezellen, hè? Met name van Omar. We hebben dat gezien. Hè? Omar had gewoon een strategische visie, of wat een aantal zaken betreft. Hè? Hij heeft gewoon een hele mooie fiqh of jurisprudentie ontwikkeld. En hij heeft een aantal zaken of rekening gehouden met een aantal zaken. Hè? Bijvoorbeeld met de toekomst van de andere generaties. Hè? Met de belangen van de mensen. De mensen bijvoorbeeld, van alle mensen. Met bijvoorbeeld het uitbreiden van de islam of van de islamitische staat. Hè? Dus daarom wordt Omar een van de grote, eigenlijk de eerste moslimjuristen beschouwd. Hè?